ships. Ship. En die wind, dat ik die roer hield zo net. Gaat die parallel vallen, omdat die roer hanteert achter schip. De wind duwt dan het hele schip parallel zo naar de kant op. En dat wil ik ook. Ik ben nu gewoon het midden van het kanaal opzoeken. Kijk. Okay. Die lampen onder Fort Nassau, die zijn ook aan het sluiten. Zie je, ze gaan naar elkaar toe. Ja. En dat is precies wat ik wil. Oh, die pakt nu die kont en dat draait zo die kop erin. Speed 5.5. Excellent, thank you. Dat is perfect zo. Starboard 10. Starboard 10. Starboard 10. Oké. Geef nog een beetje roer zodat hij een beetje helpt dat hij iets harder draait. Zou ook in een niche zitten bij Kedda Simbi en toe? Juist. Want de patraat zit in Bien. Juist. Midships. Oké. Port 20. Port 20. Om te voorkomen dat hij doordraait, geef ik tegenroer. Check. Harde poort. Port 20. Zie je, ik blijf die roer houden, want alleen de wind en stroming zit nu op het achterschip. De kop zit er al in. Sure. Dus daar valt alles weg. Het trust die ferry aan de linkerkant, dat is kinders wel goed. Dat is niks. Bon. Dat is van Frappuccino. Schuim. Midship. Kijk, zit precies in de lijn. Hobby bom. Port 10. Port 10. Maar ik moet nu al langzaam beginnen in te draaien. Om zometeen, als ik daar in het volgende stuk ben, dat ik daar gedraaid ben. Want het duurt, het alles. Ja. Je moet van tevoren acten. Hè? Kijk, deze lijnen zijn nu ook precies zo, die van Otterbaan, zie je dat? Ja, ja. Fort Nassau, loods nemen. Oké. Fort 20. Fort 20. Ik vraag nou aan Nassau net om twee boten te sturen. Om zo meteen mij te helpen met vastmaken, dan nemen ze die draden aan om die boot zo meteen vast te maken. Check. Nu pas komen ze eruit? Ja, ze gaan alvast naar de jetty toe waar we naartoe gaan. Oké. Okay. Naar de kade. Dat is heel lang. Ik heb al deze tijd roer dus. En heel langzaam is het indraaien nog steeds. En we zijn al hier. Ik moet wel doorheften. Hard to port. Hard to port. 1, 2, 3, 4. Yes, right there, right there. Okay. 420. Waar wij nu staan, zit in het midden van het kanaal. Je ziet het nog steeds, hè? Die oranje dingen. Ja. Maar het hoofd, het, zeg maar, het voorschip, is wel aan het draaien. En dat is precies wat ik wil. Dat wij in het midden blijven en dat het voorschip midships langzaam instuurt. En nu die momentum blijft nog, ook ja, al heb je midships. Thank you. Starboard 20. Starboard 20. Midships. Starboard 10.
Bij wijze van spreken kan je nu aan je Turks vragen om bijvoorbeeld de achterste bijvoorbeeld poort te trekken. Te trekken, ja. Ja. Soms vaak wil je die achterste gebruiken om speed eruit te trekken. Ja. Poort 20. Poort 20. Poort 10. Poort 10. Midships. Midships. Als je te veel vaart hebt, is het beter om die sleeboot te gebruiken om speed eruit te trekken dan achteruit te slaan. Want als je dat doet, vanwege het schroefeffect en een hele mechanica spel die eromheen speelt, gaat het schip een beetje torken, draaien en je weet niet welke kant op. En dan om dat te voorkomen gebruik je gewoon je sleeboot en die trekt je recht achteruit. En dan haalt hij, weet je, dan blijft het schip gewoon recht doorvaren, maar je speed gaat er langzaam uit. Port 10. Port 10. Oké, very good. Ik ben nu gewoon puur op landmarks aan het varen en het water. Kijk, je hebt dus bijvoorbeeld die, dat schip recht vooruit daar. Heb je daar die groene loading arms, dat ding wat daar staat. En de links daarvan is die schoorsteen. Midships, die twee in lijn is voor mij een indicatie dat ik weer in het midden zit zometeen van dit traject. Het zijn allemaal landmarks die je gebruikt als hulpmiddel. Dus soms heb je niet zo goed zicht, maar dan moet je met behulp van landdingen een beetje weten waar je zit. Starboard 20. Starboard 20. Hard starboard. Hard starboard. Starboard 20. Starboard 20. Midships. Midship. Dit is een ideale situatie. Ja, je gaat door het kanaal helemaal door het midden overal. Alles is chill. Er is niks aan de hand. Nu achter het heuveltje krijg je weer BM to the landing. Zo ik denk als we dit gat uit gaan. Captain, may I sound the ship's whistle for a few seconds? Is it one of these buttons? Over there. Go. The whistle. Whistle, clear. Midships. Midships, under midships. Just the long glass. This one, eh? Ah, that's okay. What the deal is? Great ship on the floor. Starboard 10, smother. Starboard 10. Horizontal drive up.